zoveel? Ja, voorzitter, los van die verdeling, juist omdat er overal ook capaciteitsproblemen zouden zijn, dan zou ik hopen dat er ook nog enige flexibiliteit in zit als iemand zijn vinger opsteekt en zegt wij zouden daadwerkelijk hier wel meer nog mee kunnen. En op een andere plek het niet helemaal besteed wordt, dat je dat dan ook daar enige ruimte voor biedt. Zou dat niet tot de mogelijkheden behoren? De minister. Slim kijken, daar ben ik altijd voor. Dus dat zullen we sowieso altijd doen. En dat kan ik denk ik in algemene zin sowieso afspreken als het gaat over de aanpak van ondermijning. Want daar gaat heel veel geld in om. En de heer Van der Staaij weet dat ik daar graag op investeer. Maar als dingen niet werken, ook of ergens niet alles wordt besteed, ook zegt, nou, dan gaan we het op een andere manier doen. Hier in dit specifieke geval krijgt men 4 miljoen structureel. Dat is de ene hoogste bedrag als het gaat naar Rotterdam. En we zullen ook evalueren. Het is niet zo dat we dan denken, nou, hiermee hebben wij ons deel gedaan. We zullen ook samen evalueren. Ik meen na 3 jaar zullen we ook kijken, wat betekent dit? En ondertussen kijken we natuurlijk ook, wat is er gaande en hoe kunnen we elkaar daar nog meer versterken? Het is niet dat we na 3 jaar nog eens omkijken. Dus het is allemaal en. Dus, maar de evaluatie volgt ook om dat te doen. En het is ook mogelijk, want die flexibiliteit wat ik net richting mevrouw Kuik zei, die blijft ook hier relevant. Dus als we dan toch die waterbedeffecten zien die we niet hadden voorzien of die dan ziet ontstaan, dan zit er ook nog ruimte tot 20% van die verdeelde middelen om te kijken, ervan uitgaande dat die ruimte ook is bij de andere havens, om te verzetten, om te verschuiven. Dus er is heel veel mogelijk. Ik weet dat ik ook nu niet een heel concreet antwoord geef wat ik in dit geval dan nu morgen daar ga doen. Maar dit moet je ook met elkaar volgen, want alle anderen hebben ook deze uitdagingen. Daar komt het wel in het neer. Criminelen weten ons nog steeds veel te goed te vinden als land. Dank u wel. U kunt verder met uw kopje nog verstoren. Ja, de screening van havenpersoneel. Ja, dat was de vraag van mevrouw Mutler. Ik ben ontzettend blij dat we deze stappen gaan zetten. Een van de grote wensen, naast een aantal anderen van onder andere de burgemeester van Rotterdam, burgemeester Abu Talib. Dus dat zijn we aan het opzetten. Mevrouw Mutler klonk enigszins verrast dat het er nog niet was. Maar dat is inderdaad, sinds een paar maanden zijn we het aan het inrichten. Dus dat betekent dat je een haven-VOG moet hebben. Dat betekent dat je de beroepen die meest risico lopen om ondermijnd te worden binnen het havengebied, dat je die selecteert en die krijgt een AIVD-screening. Nou, dit zijn de zaken die we net aan het doen zijn. En op dit moment voert ook de screeningsautoriteit Justice een impactanalyse uit voor de implementatie van de haven-VOG. Daar is natuurlijk een aantal stappen voor nodig. Daarnaast zijn we bezig met de juiste technische mogelijkheden om dat in te voeren, de juridische controles, de implementatiegesprekken met de betrokken organisaties. En we verwachten ook dat dit jaar al de eerste mensen gescreend kunnen worden op basis van die haven-VOG. En met de AIVD op dezelfde manier nu concreet aan het spreken over de screening voor de hoogrisicoberoepen in de havens. En die precieze invulling daarvan, dat is nu in voorbereiding. Dus dat wordt op volle vaart opgepakt. Dan had mevrouw Moedler ook de vraag over het extra scannen van de containers. Wat ook onderdeel was van de motie van haarzelf. Nou, aan de ene kant hebben we dus die concrete afspraken met de bedrijven, de 5 grootste bedrijven die containers vervoeren. Waarbij zij ook echt investeren, en dat deden ze al, maar ook ons toegezegd hebben om dat stevig te blijven doen. En daar waar nodig meer, als het gaat om het beter beschermen en beveiligen van hun schepen en die containers. En de douane heeft in 2022 het aantal containerscans, want dit is dan weer de specifieke vraag over wat de douane doet, met bijna 40% opgevoerd, naar bijna 70.000. En dat is één van de controlemiddelen, dat weten we. Je moet daar ook een combinatie in zetten. Naast bijvoorbeeld de controle met honden, duikers, onderzoeken op en aan schepen. Dus daar is op allerlei verschillende manieren. Overigens heb ik daar nog niet zo lang geleden een werkbezoek gehad. En dan zou ik deze commissie ook aanraden, wat fascinerend is. De douane is formeel financiën, maar ik denk dat wij heel veel raakvlakken hebben vanuit wat we hier doen. De extra controles vinden ook dit jaar plaats. En daarnaast is de douane bezig met concrete afspraken met landen in Latijns-Amerika over het hier uitlezen van scanbeelden die daar zijn gemaakt. Ook een lang gekoesterde wens. In bepaalde havens in Latijns-Amerika wordt namelijk 100% van de containers gescand, maar niet uitgelezen in verband met gebrek aan capaciteit. Dus daar valt echt wel wat winst te boeken als we daar wat slimmer samenwerken. Dus daar zitten douane en staatssecretaris De Vries zitten daar echt bovenop. Door deze scanbeelden in Nederland uit te lezen, vindt er dus dan de facto wel 100% controle plaats. Want dat zou je dan voor elkaar kunnen krijgen van natuurlijk specifieke goederenstromen.
En dat was ook volgens mij de wens in de motie van mevrouw Moedler. Dus daar wordt echt nu druk naar gekeken. En nou, die private partij heb ik gezegd. Ja. Voordat u verder gaat, een interruptie van mevrouw Helder. Ja, misschien hoort hij hier niet echt bij. Maar ik weet dat we in het verleden met burgemeester Abu Talib hebben gesproken. En die zei van, nou ja, bijvoorbeeld een bepaald nummertje of iets op een container. Dat ik weet, die moeten we controleren, maar dat mag dan weer niet. Raakt dat nou die scanbeelden? Of, want ja, misschien is dat niet hetzelfde hoor. Maar ik weet wel dat hij zei, nou ja, dan weet je welke container je juist net moet screenen met je beperkte capaciteit. Nou, dat zou dan vanwege privacyregels we niet mogen. Dus ik hoop dat die scanbeelden dan niet datzelfde lot treffen. Dank u wel. De minister. Ik zal wel specifiek in deze nog duiken, maar dat, volgens mij zijn dat losse dingen van elkaar, zoals ik het tot nu toe heb begrepen. Maar ik ga daar nog wel specifiek naar kijken. Nee, het probleem is inderdaad, en dat geven die rederijen ons ook aan, zij kunnen ook niet zomaar containers openen om te zien wat er op hun schip is. Maar je kunt daar dus wel die beveiliging op doen. Dus je kunt sealen en dan zien als die op open zee opengemaakt is. Dan kan je een sensor, dan weet je dat. En dan weet je dat je daar moet wezen. En zo zijn we dat wel aan het inrichten. Maar ik zal specifiek over dat nummertje en dat kunnen volgen ook gewoon meenemen. Want wat we veel zien is, en vanuit de havens en vanuit de burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam, zijn er gewoon heel veel concrete goede ideeën. En naar mijn weten hebben we ze nu allemaal opgepakt waarvan we denken het kan. Maar deze duik ik erop in en zorg dat we dat ook op enig moment terugkoppelen. Dan ben ik ook meteen bij mevrouw Helder, want die begon over de ENSOC en ook het versterken van het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum. Als het gaat over dat rechtshulpcentrum, en het handelt in internationale rechtshulpverzoeken uiteraard, en zorgt voor internationale informatieuitwisseling met politiediensten en justitiële autoriteiten in het buitenland. Cruciaal werk in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, omdat het per definitie internationaal georganiseerd is. Daarom hebben we ook structureel 20 miljoen extra geïnvesteerd in die internationale aanpak, waaronder het verstevigen van de internationale rechtshulp. Naast die 20 miljoen wordt nog eens 20 miljoen geïnvesteerd in de versterking van de landelijke recherche, dienst landelijke recherche. En de ENSOC zou echt moeten voorzien in een andere operationele behoefte. Dus het is echt bedoeld als ernaast erbij extra toegevoegde waarde. En dat zal gaan over de betere samenwerking tussen al die diensten en de moederorganisaties die daarbij zijn. En het doel van de ENSOC is om die criminele netwerken duurzaam te verstoren door middel van die gecoördineerde interventies. En ik heb u aangegeven dat het ENSOC versneld operationeel moet worden en aan het worden is met een gefocust actieplan. En aan het einde van deze periode, dat zal dus deze periode is die anderhalf jaar die ik heb afgesproken met ze, dat is maart 2024, zullen we ook de ENSOC evalueren en de Kamer informeren. En zij zijn midden in het opbouwen ervan. Of ze zijn al een end, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp dat de Kamer, en de Kamer weet dat ook van mij, ik wil ook graag resultaten zien. Dank u wel. Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, want dat ENSOC is eigenlijk de voortzetting van het MIT, het multidisciplinair interventieteam. En daar was de minister in haar vorige carrière als Kamerlid niet enthousiast over, terecht. Ze heeft dat terecht ook opgegeven toen ze minister werd. Maar dit, ik heb het toen een beetje een veredelde praatclub genoemd, is misschien niet zo netjes, maar bijna dezelfde mensen werden uit teams weggetrokken, zijn dan toch meer in een vergadersessie terechtgekomen. En dit ENSOC, dat lijkt daar toch ook wel een beetje op. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom zitten we te wachten op maart 2024? Want ik zie veel liever de betreffende mensen weer terug naar hun eenheden gaan om daar de criminaliteit te bestrijden, dan wel de landelijke recherche te helpen. Hoe ziet de minister dat? Voorzitter, ik ben zelf nog niet zo lang geleden bij de ENSOC langs geweest. Die medewerkers gesproken die daar wel met ontzettend veel enthousiasme daar aan het werk zijn en ook overtuigd zijn van die samenwerking met elkaar daar. Er was ook, als ik mij niet vergis, een technische briefing gepland voor de commissie 2 weken geleden. En volgens mij was mevrouw Moedler de enige die zich daarvoor had aangemeld. Maar het zijn ook drukke tijden. Dus ik kan mij voorstellen dat er nog eens wordt gekeken of deze commissie of daar langs wil gaan. Of alsnog voor de zomer misschien nog een moment heeft. Om ook van die mensen zelf, die heel erg enthousiast zijn vanuit die organisaties, te horen hoe zij die meerwaarde zien. En uiteindelijk, daar kan mevrouw Helder echt van uitgaan, gaat het ook om, en dat blijf ik zeggen, we hebben middelen om de ondermijning aan te pakken, maar het is nooit genoeg als u het mij vraagt. Dus elke cent moet
efficiënt en effectief besteed worden om tegen de criminelen op te kunnen boksen. Maar ik wil wel hen heel graag ook de kans geven. En als je dan het enthousiasme ziet en de concrete plannen, dan ga ik wel heel graag dat nog aanzien en niet een jaar van tevoren zeggen dat doen we niet. Ik heb daar in die zin veel hoop op. Ik ben bij mevrouw Bikker en dat ging over uitgaande drugshandel. Dat zit hier nog in dit mapje. En de concrete vraag was, wat doet het kabinet met de aanbeveling in het rapport vestigingsklimaat om uitgaande drugshandel meer aan te pakken? In de aanpak krijgt dit op verschillende plekken aandacht. Nou, zo zijn de bloemenveilingen onderdeel van de aanpak logistieke knooppunten, omdat bloemen vanuit Nederland naar alle uithoeken van de wereld worden geëxporteerd. Postpakketten zijn ook een manier waarop drugs ons land verlaten. Samen met politie, openbaar ministerie, douane en de fiscale inlichting en opsporingsdienst richten we een team in om snel te kunnen interveneren. Ik zal zorgen dat we de Kamer ook snel op korte termijn over zullen informeren. En we kijken ook breder naar de transportsector. We investeren in meer controleacties, bijvoorbeeld vrachtwagens die we door een scanner halen. Het vergroten van bewustwording bij chauffeurs. Als het gaat over de gevaren van georganiseerde misdaad en hoe ook misbruik van hen gemaakt kan worden. En ik zal ook zorgen dat we, want dat heb ik ook in de beleidsreactie aangegeven, dat we met alle partners aan het kijken zijn, wat kunnen we nog meer doen? Dus nog los van dat aparte team waar ik het over had, zullen we ook in het najaar informeren wat de partners ook zien aan nog meer acties die daarop mogelijk zijn. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank. De minister begon haar beantwoording dat ze ook snel meer inzicht ging geven aan de Kamer. En gedurende haar beantwoording aan het eind had ze het over het najaar. En nu hoop ik dat snelle inzicht eerder is, namelijk al voor de zomer. Want dat maakt voor mij ook weer uit in de voorbereiding. Ik wil telkens eigenlijk dat Delta-plan tegen ondermijnende drugscriminaliteit telkens een stapje verder brengen. En dat maakt ook dat ik bij iedere Prinsjesdag, daar kan ik heel openhartig over zijn, hier naar mijn collega's kijk. Wat is er nodig om te zorgen dat Deltaplan slaagt? Dat er niet weer tussen allerlei sluisjes doorgezwommen wordt door drugscriminelen om op een andere manier lucratief te zijn. Dus ik zou de minister willen vragen, ik vind het echt fantastisch dat ze met de sector aan de slag gaat. En ik snap ook dat tijd nodig heeft. Maar datgene wat beleidsmatig neergezet kan worden, om dat al eerder te doen en ook gewoon te verkennen wat er nog verder uitgewerkt moet worden. En daarin dan ook te betrekken en die cyberkant, dus hoe die online, want die pakketjes worden ergens besteld. En het tweede deel van mijn vraag was in mijn eerste inbreng, voorzitter, want dat voorkomt dat ik straks dat hoef te herhalen, ook de grensregio's, omdat ik te vaak hoor dat de autootjes net over de grens met Duitsland rijden om daar de pakketjes te posten, omdat Nederland de 100% controle heeft bij veel landen, omdat we al bekend staan als spin in het web en onze buurlanden nog niet. En dat moet echt anders. Dank u wel. De minister. Drie dingen. Ten eerste ben ik ontzettend blij, oprecht, met de steun van mevrouw Bikker, en dat ze dat ook zo gefocust per begroting en voor al die elementen kijkt, waar is die extra steun op nodig. Ze zei steeds een stapje verder. Ik denk dat we hele grote stappen verder komen, steeds. Maar u hoort mij voorlopig niet zeggen dat we er zijn. Dus ik ben heel erg blij met dit soort steun. Maar wel even ook ver naar onszelf. Als je kijkt van een paar jaar terug naar waar we hier staan, het zijn echt hele grote stappen. En terecht ook. Tweede, het team om snel te kunnen interveneren als het gaat over bij de postpakketten die ons land verlaten. Daar informeer ik voor de zomer over. Dat is gaande. De beleidsreactie als het gaat over, of nee, ik heb in de beleidsreactie geschreven dat ik met partners kijk, moet ik zeggen, hoe we nog meer interventies kunnen doen. Die komt uiterlijk najaar. Maar ik begrijp waar mevrouw Bikker op zoek is. We zullen ook kijken of we dat op enige manier naar voren kunnen halen. Als dat niet gelukt is, dan is dat gewoon omdat we met de partners daar meer tijd voor nodig hadden. Maar we gaan wel intern kijken of dat sneller kan. En dan zal ik sowieso de grensregio's en het punt van online erbij betrekken. Dank u wel. Nog steeds het kopje verstoren? Nee, we zijn bij bestraffen. Bestraffen, mooi. Ja, vind ik ook. Ik begin met mevrouw Michon Derksen en dat ging over de uithalers. Daar hadden meerdere mensen vragen over. Wat kunnen we doen om uithalers effectiever en daar waar nodig ook strenger te kunnen bestraffen? Bij deze problematiek moet je inderdaad hard ingrijpen waar jongens in de fout blijven gaan. Maar ook niet wegkijken voor het feit dat jongeren erin worden gezogen. Dat is eigenlijk de beide lijnen die even in een interruptie debat langskwamen, die zijn allebei waar. En zo zit deze commissie er ook in, zo zit ik er ook in. En dat betekent dat die aanpak echt op gericht moet zijn om te straffen
En daar waar nodig ook om te voorkomen en tijdig je jongens eruit te halen. Dus de aanpak hiervan wordt ook breder aangevlogen dan alleen vanuit het strafrechtelijk domein. Dat hebben we ook met elkaar zo afgesproken. Overheidsdiensten en private partijen werken samen in een aanpak. En daar wordt echt uitgegaan van voorkomen en aanpakken. Jongeren in kwetsbare wijken worden bewust gemaakt van de gevaren van de criminele wereld. Zij worden begeleid om er ook van weg te blijven. Wat we ook aan het doen zijn. Ik weet dat de vragen ook gingen over de uitspraken en daar kom ik zo nog op. Maar wat we verder ook aan het doen zijn, is ook op wetenschappelijke manier in kaart brengen hoe een meer maatwerk, persoonsgerichte aanpak voor uithalers zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van herhaling. Los daarvan. Nu komt dat andere deel, want dat ging hier over de wetgeving die wij met elkaar hebben vormgegeven. En daar nu aan het puzzelen zijn hoe we ermee moeten omgaan als je kijkt naar de praktijk. Ik heb aangegeven dat we de rechtspraktijk zullen blijven volgen. En ik zorg dat ik aan het einde van dit jaar uw Kamer ook zal informeren over of ik dan noodzakelijke maatregelen zie. Dat is dus iets anders. En de heer Sneller vroeg dat terecht. Hebben we dan geen vertrouwen in uitspraak van een rechter? Natuurlijk wel, en die is onafhankelijk. Dus het is eigenlijk niet eens relevant wat wij er verder van vinden. Rechters moeten uitspraak doen. Tegelijkertijd hebben wij hier een bepaald doel voor ogen gehad. En we hebben met elkaar afgesproken. Dan gaan we die respondentie, de rechtspraak volgen dit jaar. Kijken wat eruit komt. En dan leggen we het hier weer op tafel. En dan kunnen we er met elkaar van vinden. Moeten we er nog iets anders mee of iets aan toevoegen of niet? En dat is denk ik heel erg goed. En dat is ook meteen denk ik antwoord op mevrouw Helder. Die zei, kan je dan ook meenemen of onder een andere titel geplaatst wordt, of dat dan het verschil zou kunnen maken. Mijn voorstel zou zijn, laten we dat allemaal in die brief einde van het jaar. En dan kunnen we met elkaar daarna op zoek. Dan... Voordat u dat doet, mevrouw Moedelaar. Nou, ik hoorde de minister heel duidelijk aangeven, en dat beviel me wel, van je moet kijken naar niet alleen straffen, maar ook het begeleiden van die uithalers. En ik snap de bedoeling, hè, op het moment dat je daar een wat zwaardere straf aan toevoegt, dat kan dan een afschrikwekkend effect hebben. Maar ik hoop dat deze minister daar in haar volgen ook meeneemt. De huidige situatie van jeugdgevangenissen. Er zijn 4 inspecties geweest die afgelopen november nadrukkelijk hebben aangegeven. Dat is hartstikke leuk en aardig. Maar het is niet meer verantwoord om jongeren naar een gevangenis te sturen. Want, dat werd net ook aangehaald, de jongeren komen er slechter uit. Dus dan zijn we verder van huis. Dus je kan niet alleen kijken van, jongens, hoe wordt de wet geïnterpreteerd en moet ik daar iets aan doen? Maar ook, wat is het effect als ik die wet aanpas? Want zolang die gevangenissen vol zitten, jeugdgevangenissen, en ze komen er slechter uit, met alle respect, dan ben je verder van huis. En wil de minister dat daar ook in ogenschouw houden? Ondanks het feit dat zij er misschien niet over gaat, maar wel de minister voor rechtsbescherming. De minister. Voorzitter, wat mij betreft gaat het altijd over hoe effectief is het. En de effectiviteit hier, meestal bij alle onderwerpen die wij in deze commissie bespreken, gaat niet alleen over de dader en hoe help je die het meest effectief, maar hoe voorkom je slachtoffers, hoe voorkom je recidieven. En wij weten allemaal van wat voor keten uithalers onderdeel uitmaken, waar het over gaat. We komen straks bij het mapje beschermen. Dit is allemaal in elkaars verlengde. Dus daar moet je heel hard en heel stevig in zijn. Ik vind dat je als je in detentie bent en je bent een jongere, dan, en daar is natuurlijk inderdaad de minister van Rechtsbescherming druk mee bezig, moet je ook zorgen dat diegene op het moment dat hij naar buiten gaat, hopelijk op een goede manier kan reïntegreren en er minder gevaar is op recidieven. Maar het zal altijd een combinatie zijn. U zult, en dit, volgens mij was dat niet de vraag, maar ik zal toch voor de duidelijkheid maar wel meegeven. Ik zal niet snel denken, daar is een knelpunt, dus we gaan niet harder straffen. Het is altijd en. Voorkomen, je hopelijk op tijd eruit halen als helemaal voorkomen niet gelukt is. Als je recidiveert en je bent meerdere malen in beeld, dan zou ik wensen dat we je stevig aanpakken. Maar ik schets hier de kaders samen met de Kamer en de rechters gaan erover. Maar ik zal dit ook meegeven aan de minister voor Rechtsbescherming. Dan ben ik bij strafmaat en dat gaat over coalitieakkoordafspraak. Voordat u dat doet, mevrouw Michon Derksen. Voorzitter, over de strafmaat van uithalers. Ik hoor wat de minister zegt en ik ben het helemaal eens. De rechter gaat over uitspraken, daar gaan we hier niet over. Ik ben wel chagrijnig over die uitspraken. Laat dat ook helder zijn. Maar waar ik dan de minister op
spreek, is dus die vertaling van de uitspraak van rechter in die richtlijnen strafvordering van het OM. Dus first offenders krijgen nu door die richtlijnen strafvordering van het OM eigenlijk als standaard, als strafeis, een taakstraf te horen. En dat kan wellicht passend zijn bij jongeren of als ze slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Maar feit is dat daar ook gewoon meerderjarige uithalers zijn. Wat gewoon toch, ja, het zijn al gewikste criminelen. In dat geval vind ik ook niet dat dat, hoewel ze misschien voor het eerst drugs uit een container halen, een taakstraf niet passend is. En wat we nu dus zien is dat doordat die eis in de richtlijnen strafvordering van het OM staat, is dat gewoon standaard, ongeacht je leeftijd, ongeacht wat je al eerder hebt gedaan in andere criminele activiteiten, niet zijnde het uithalen van drugs uit de container, wordt dat de eis van het OM. Dat vind ik niet kloppend. En daar vraag ik u om in gesprek met OM naar te kijken. Dat kunt u doen zonder dat we aan de onafhankelijkheid van uitspraken van de rechterlijke macht tornen. Verzoek aan de minister. Ja, voorzitter. De onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie is hier natuurlijk leidend en van de rechtspraak. Dus het OM bepaalt de richtlijn strafvordering. En ik kan ook per zaak die keuzes erin maken. Wat ik zeker wel kan doen, zoals ook dit jaar de rechtspraak volgen en dan hier een brief neerleggen wat we zien aan de ontwikkeling en dan met elkaar bespreken wat vinden we daarvan. Dat kan natuurlijk wel. Kan ik ook het OM wijzen op deze discussie. Dat is wat ik kan doen. Het OM gaat er natuurlijk verder helemaal zelf over. En ik begrijp waar mevrouw Michan Derksen op zoek is. En in die balans, waarbij ik volledig de onafhankelijkheid uiteraard niet aantast, dat was ook niet haar vraag, kan ik wel het OM ook wijzen op dat deze discussie gaande is en dat we ook graag einde van het jaar met elkaar gevolgd willen hebben hoe is dat allemaal gegaan. Dat is hoe ver ik daarin kan gaan. Dan ben ik bij de strafmaat zoals we hem in ons coalitieakkoord, in het coalitieakkoord hebben. En ik begrijp heel goed de vragen vanuit iedereen die zei, kan dat wetstraject niet sneller? De ambtenaren die niks mogen zeggen in het debat weten dat dit ongeveer een wekelijks terugkomend verzoek van mij is. Waar kan het sneller? Dus ik voel de urgentie net zoveel als degene die zeggen, wij willen het zo snel mogelijk. En wij zetten ook echt alles op alles om het zo snel mogelijk te doen. Het is ook zo dat en binnen dit domein van aanpak ondermijning in andere domeinen we ook echt vaart maken met heel veel wetgeving en plannen zoals in het regeerakkoord. Ik ben wel erg trots in die zin dat we ook heel veel dingen aan het uitvoeren zijn met de mensen die we hebben. En dat is wel het echte antwoord hier. Daarbij, het opstellen van wetsvoorstellen zorgt natuurlijk heel, moet je ook zorgvuldig doen. Dat betekent alle partners betrekken. En dat is zo strak mogelijk ingericht. We hebben de afgelopen periode samen met het Openbaar Ministerie gezocht naar delicten waarbij verhoging nuttig zou zijn. Want in het coalitieakkoord staat het wat algemener geformuleerd. Dan moet je daarna gaan inzoomen. Waar gaat het dan over en hoe ga je dat dan vormgeven? Dat moest in kaart gebracht worden. Nou, dat is onderzocht, besproken. De komende periode zal die concrete hoogte onderwerp zijn van gesprek. En er moet ook worden bepaald precies voor dan welk delict wat. Nou, dat is als niet-jurist denk ik altijd dat dat soort dingen makkelijker gaan dan daarna juristen mij gaan uitleggen dat dat niet zo is. Maar ik garandeer u dat we ons best doen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk ter consultatie aan te bieden. Het enige wat wij niet willen is dat de kwaliteit van de wetgeving niet op orde is. Want dan hebben we daarna heel veel vertraging en heeft het ook niet het effect wat we willen. Dat is het enige wat daar aan de hand is. Prioriteit wordt hoog gevoeld. Dan mevrouw Helder. Zou mevrouw Helder niet zijn als ze niet bij elk debat even vroeg wat ik vond van minimumstraffen. Dus ik dank haar daarvoor. En mevrouw Helder weet dat, ook al begrijp ik haar vraag, dat dit kabinet geen voorstander is van het invoeren van minimumstraffen. Omdat we graag de vrijheid van de onafhankelijke rechter in zijn oordeelsvorming over de strafoplegging zo willen laten. Even kijken, dan die had ik al. Dan ben ik bij beschermen. Ja, gaat u verder. Dan gaan we redden. Waar we met elkaar de 20e volgens mij over komen te spreken, het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat gaat bijna voornamelijk over bewaken en beveiligen. Zoals net ook opgemerkt, ik heb
besloten om daar helemaal de kroongetuigenregeling in die brief aan toe te voegen, zodat we er integraal met elkaar over kunnen spreken. En we zullen het daar ongetwijfeld allemaal één voor één herhalen. Het belangrijkste is dat we de dreiging wegnemen. Nou, dat doen we door al die elementen waar we het net over hebben gehad en veel meer. Maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe bescherm je en beveilig je mensen die ik de hoeders van de rechtsstaat noem en die onder zware druk staan door georganiseerde criminelen en de dreigingen die daarvan uitkomen. Dus dit blijft een heel belangrijk onderdeel. Ik begin met de veiligheid van journalisten naar aanleiding van de vraag van mevrouw Moedler. Er komt nog een beleidsreactie van mij over het onderzoek, natuurlijk samen met de collega staatssecretaris van de OCW. En het mag duidelijk zijn, en volgens mij moet je dit soort dingen maar gewoon blijven herhalen ook, dat geweld, elke vorm van geweld of agressie onacceptabel is. En het vraagt continue inzet om dit tegen te gaan. En zeker in dit geval als het gaat over de vrije pers. Die mag nooit monddood worden gemaakt, mag nooit geïntimideerd worden en moet altijd alles kunnen verslaan, opschrijven en tonen. Dus het is essentieel dat die afspraken om geweld tegen te gaan concreet en concreter worden toegepast. Even kijken, nou, de reactie zal op korte termijn naar de Kamer komen. En parallel daaraan zullen de staatssecretaris en ik ook een voortgangsbrief over persvrijheid en persveiligheid richting de Kamer sturen. En omdat de acties om journalisten te beschermen, die moet je niet los van elkaar zien. Dus we zullen zorgen dat we dat parallel ook oppakken. De heer Sneller zei, we gaan binnenkort spreken verder over de kroongetuigenregeling. Maar hoe gaat het nou vorm krijgen? Nou, de contouren die in die brief staan, dat is in ieder geval, laat ik hem anders zeggen. Want we gaan er nog met elkaar over die contouren spreken. En daar in die brief heeft de heer Sneller al kunnen lezen dat ik de richting aangeef, maar sommige dingen moeten nog gewoon echt ontwikkeld worden. Ik ben al afgelopen jaar, ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen die zeggen, nou, de inzet van kroongetuigen is een uitzonderlijk instrument dat je af en toe nodig hebt, maar dan kan het op onderdelen in Nederland echt beter. Dus dat was een onderstreping, ondersteuning eigenlijk, wat in het rapport van de OVV stond met een aantal nieuwe elementen, dat we allemaal nu oppakken en zeggen, dan moet die regeling ook verbeterd worden. Nou, dat betekent dus een helder kader voor getuigenbescherming. Dat hebben we eigenlijk niet. Nou, ik zal ook niet de 20e nog helemaal tot in detail kunnen delen hoe ik dat zie. En een deel daarvan moet ook altijd vertrouwelijk blijven. Maar dat zijn we nu wel aan het vormgeven. Toetsing daarvan. Het tijdig betrekken van een onafhankelijke instantie die daarnaar kan kijken. Dat zijn allemaal elementen die we vanuit de praktijk veel hebben gehoord. En nu ook vorm gaan geven. En zoals de brief die nu vandaag op de agenda staat, die nu verouderd is, zeg ik ook tegen het einde van de brief, meen ik, dit zijn de richtingen, de ideeën, maar we zullen eerst OVV moeten afwachten. Nou, dat komt nu wel goed bij elkaar. Want het OVV-rapport gaat niet over de werking van de kroongetuigenregeling of het programma getuigenbescherming. Maar er zitten wel heel veel elementen waar we echt van kunnen leren. En die, wat mij betreft, betrekken we die allemaal. Nou, dat zijn volgens mij niet stappen die jaren hoeven te kosten. Maar ze zijn wel complex en inhoudelijk en het moet wel goed vormgegeven worden. Dus daar zijn we nu middenin mee bezig. En ik zal zorgen dat we de 20e hopelijk alle slag scherper en echt voor de zomer. Maar dat zal gelden voor alles wat in die brief staat over het rapport. Dat we voor de zomer alweer echt stappen hebben gezet. Het zijn grote hervormingen of belangrijke verbeteringen. Dus dat is echt niet zomaar klaar. Maar niemand zit stil. En die 9 miljoen waar de heer Sneller het over had, over die verbreding, waarbij we hebben gezegd, we gaan de regeling zoals die is verbeteren en daarna de verbreding hier voorleggen, want daar ligt nog geen besluit, dat was de intentie. Die middelen daarvoor, ik denk dat ik die daarvoor nodig zal hebben. Maar we doen het in de volgorde zoals, althans als de Kamer dat straks ook een goed idee vindt, maar zoals ik in de brief voorstel. En in dat proces zullen we ook de precieze inzet van de middelen moeten zien. Ik denk dat die verbeterslagen nogmaals relatief snel kunnen, maar ze moeten zorgvuldig. Dus dat moeten we gewoon nu met elkaar inrichten. En daar heb ik alle partners voor nodig, hè, van de rechtspraak tot OM, tot advocatuur. En die gesprekken zijn gaande. Dan, voordat u dat doet, ik heb een interruptie, de laatste van mevrouw Moedler. Die had ik eigenlijk eerder bij het onderdeel over het geweld richting journalisten. Dus met uw permissies wil ik die vraag alsnog stellen. Want ik snap dat de minister met een reactie komt op de aanbevelingen. Maar mijn concrete vraag ging met name ook over persveilig,
Dat kennen we sinds 2019, initiatief van journalistiek, OM en de politie. En wat ik aangaf was, van, ja, we zien nu al dat die afspraken niet eens nagekomen worden. Even los van alle aanbevelingen die worden gedaan, die afspraken worden niet eens nagekomen. We zien dat met name geweld, agressie jegens vrouwelijke journalisten enorm toeneemt. En het is goed dat we ons daar tegen uitspreken. En dan kom ik weer met mijn opmerking, ja, en dan schort het weer in die uitvoering. En dan word ik gewoon best wel chagrijnig van. Dus ik hoop dat de minister in haar reactie ook nadrukkelijk ingaat op, en hoe komen we ook de al eerder gemaakte afspraken met elkaar na, heel concreet. Zodat ook deze minister dat goed checkt, controleert samen met de partners. Zodat we geweld en agressie jegens journalisten kunnen voorkomen. Dus het is meer. En ik weet zeker dat de minister gaat zeggen, dat ga ik doen. Maar dat, ik benoem het toch nog even scherp. Nou, dat is oké. De minister. Voorzitter, daar lopen dan wel, denk ik, twee dingen door elkaar. Natuurlijk gaan we dat doen en zo daarop inzoomen. En ik zeg wel, want dat zal ook de staatssecretaris Oesloe zijn. Of de afspraken gewoon niet nagekomen worden en daar, of het daaraan ligt, dat, daar hou ik even een slag om de arm. Dus laten we daar gewoon samen naar kijken, want dit is zo'n belangrijk onderwerp. Hier moet je alles op alles blijven zetten. Het ding wat voor mijn gevoel een klein beetje door elkaar loopt. Ik ben het helemaal mee eens. We moeten geweld richting journalisten alles op alles zetten om dat te voorkomen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. Dat ga je nooit in regels en in afspraken vast kunnen leggen. Wat ik in regels en afspraken vastgelegd wil hebben, is lik op stuk. Hier geen nuance in. Snel optreden. Zorgen dat er niet getwijfeld wordt. Zorgen dat je veilige aangifte kunt doen. Zorgen dat je als freelancer ook weet wat je rechten zijn. Nou, noem maar op. Maar uiteindelijk is dit aan de samenleving. En niet alleen dat ik richting degene die denken dat je een journalist met agressie kunt bejegenen zeg, je bent niet goed bij je hoofd. Maar ook aan de rest van ons die dan stil is. Terwijl dat gebeurt, dat kan ook niet. En dat gaan wij nooit met regels en wetten oplossen. En dat is wat het is. De heer Sneller, dat ging over die reikwijdte van het onderzoek van de procureur-generaal van de Hoge Raad. Ja, de berichtgeving vandaag was, en de heer Sneller zei het heel correct in zijn inbreng. De berichtgeving vond ik een beetje verschillende kanten op gaan. Maar het zal gaan over, heeft aangegeven dat, nee, laat ik het anders zeggen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft een toezichthoudende taak richting het OM, dat weten we. En hij bepaalt zelf natuurlijk de inhoud en de reikwijdte van het onderzoek. Hij heeft mij wel te kennen gegeven een onderzoek te overwegen naar getuigenbescherming. En dat was iets anders dan het in sommige berichtgeving stond, waarbij het echt zou gaan over een kroongetuigenregeling specifiek. Hij heeft gezegd naar de getuigenbescherming. En ik wacht zijn besluit af en de invulling ervan. Ik zal bij hem ophalen of het lukt om dat bijvoorbeeld voor ons debat nog mee te geven. En zo niet, dan zal ik daar zeker op terugkomen op een ander moment als hij ons heeft gemeld hoe hij dat verder ziet. Even kijken hoor. Ja, dan had de heer Sneller, en daar komen we ongetwijfeld over twee weken ook over te spreken. Over het feit dat een procureur-generaal van het OM mijn voorgangers, en dit onderzoek gaat over de tijd van mijn voorganger, maar dat was al die tijd zo mondeling over deals informeert. Los van de specifieke casuïstiek, waar ik natuurlijk nooit op in kan gaan, ik ben wel met het OM in gesprek over hoe het besluitvormingsproces rond een kroongetuigendeal eruit ziet en welke verbeteringen daarin te maken zijn. En die gaan onder andere volgens mij over de periode dat zo'n deal gesloten wordt in die tijd en dat de bescherming wordt gemaakt, dat die zo kort mogelijk is, omdat dat het meest veilig is eigenlijk. Terwijl je ook wil dat bijvoorbeeld een rechtercommissaris die een strafdeel beoordeelt, of straks een onafhankelijk instituut, commissie, persoon die de beschermingsdeel beoordeelt, daar wel de tijd voor heeft. Dat zal niet maanden zijn, maar hoe lang dan? Maar ook wanneer komt het bij een minister? Hoe wordt die geïnformeerd? Waar moet je op toetsen, letten, gezien alle lessen? En hoe lang is daarvoor? Die gesprekken die lopen nu. Ook om dus te kijken waar kan je versnellen en waar moet je tijd inbouwen. En is dat heel anders dan hoe we het nu hebben. Dus deze neem ik wat mij betreft daar ook in mee. Gewoon om te kijken hoe dat hele traject beter kan. Sorry? Ja, dat was hem. Ja. Meneer Sneller. Dank. Volgens mij allemaal goede geluiden die de minister maakt op dit onderwerp. Want ik proef ook tussen de regels door dat de minister het zelf ook vreemd vindt dat dit een mondeling akkoord is op zo'n vergaand iets. Niet alleen de informatie vanuit de PG, maar ook
Dus de toestemming die de minister en ook deze minister, als hij voorkomt, mondeling zou moeten geven. Ook voor de navolgbaarheid. Wat is er dan meegewogen? Welke aspecten? Terwijl het zich juist dat zich wreekt hier. Wel, wat wordt er nou allemaal meegewogen? En zeker gezien de belangrijke rol van de minister dan ook in die toets. Maar het is één voorbeeld van dingen die erachter vandaan komen. Achter het verbeteren van de kroongetuigenregeling. En we hadden dat rondetafelgesprek ook, waar er nog een aantal andere aspecten. Dus mijn procesvraag was ook, welke concrete stappen gaat de minister nou nog zetten samen met de Kamer om tot die verbetering te komen? Gaat zij er nog een commissie naar laten kijken? Gaat ze het allemaal zelf doen en komt ze met een hoofdlijnenbrief? Krijgen we meteen een wetsvoorstel? Hoe ziet zij dat voor zich? Dank u wel. De minister. Voorzitter, als de heer Sneller dat goed vindt, dan zou ik daar in het debat van over 2 weken op terug willen komen, omdat ik dat nu aan het bekijken ben, heel eerlijk. Ik wil dit zo fundamenteel mogelijk doen. Dat betekent, welke kaders zijn er nodig? Wat betekent het over de vastgelegde zorgplicht? Moet je daar iets op aanpassen? Heb je alle groepen eigenlijk daar scherp in? Voor mij zitten er heel veel lessen in het OVV-rapport, die daar niet eens specifiek uiteindelijk in de aanbeveling over gaan, maar die ik er wel uithaal. En dan moet ik voor mezelf ook weten, nou, wat is een besluit überhaupt van mij, van de Kamer? Waar is wetgeving voor nodig en wat zijn de stappen die je kunt inrichten? En daarvoor heb ik ook de rechtspraak, het OM, advocatuur voor nodig. Dus dat zijn we nu beter mee aan het vormgeven. Dus ik denk dat ik op het proces een heel slag verder ben de 20e. Dus dan kan ik dat hopelijk al meegeven. En ik zal ervoor zorgen natuurlijk, als het dan nog niet concreet is, dat we het vlak daarna ook inrichten, zodat u ook kunt volgen als Kamer welke stappen is zij nu aan het zetten. Maar ik wil het zo fundamenteel mogelijk doen op al die elementen waar ik vanuit het veld al een tijdje hoor. Dat kan scherper. Nou, laten we dat dan nu doen. Dus daar ben ik het nu nog aan het inrichten. Dus de 20e ben ik in ieder geval een slag verder in het proces. Heer Sneller. Dat snap ik heel goed. Ik wil dat debat ook zo goed mogelijk benutten. En ook vanuit het OVV-rapport mijn mening dan ook kunnen geven over die aanpak. En nu zie ik voor me dat debat dat ik deze vraag ga herhalen in eerste termijn. Dat de minister dan in haar termijn dat proces gaat schetsen. En dat ik in een hele korte tweede termijn mijn reactie erop kan geven. In plaats van dat we dat debat ook over die procesaanpak en wat er nou wordt meegenomen goed kunnen voeren. Dus ik weet hoe moeilijk het is om dan een brief te schrijven ervoor. Maar is dat toch mogelijk? De minister. Laten we afspreken dat ik daarnaar kijk. En als dat niet mogelijk is, want ik wil dan niet een algemeen briefje waar de heer Sneller dan niks aan heeft. Omdat we gewoon met al die partners dit aan het vormgeven zijn, dat ik in het debat kan aangeven wanneer dan wel. En dan kunnen we, want ik heb nu bewust, omdat het wel door elkaar loopt natuurlijk in de casuïstiek en een beetje in de aanbevelingen, de kroongetuigenregeling echt toegevoegd aan die brief. Volgens mij zal het debat ook vooral gaan over de aanbevelingen en de hervorming die nodig is bij bewaken en beveiligen. Dus daar zorgen we voor dat we al die stappen sowieso al een heel slag verder hebben. En ik zal kijken als dat lukt voor het debat nog over de kroongetuigen. En anders zorg ik ervoor dat ik dan kan aangeven wanneer komt die brief en waar we dat dan met elkaar kunnen behandelen. Dan heb ik daar dan ook een plan bij, want ik snap de behoefte. Dank u wel. En hoever heeft u nog nodig? Want voor de tweede termijn wil ik even... Gaat u redden om binnen 5 minuten het overgevraagd te beantwoorden? Nee. Zolang ik geen interrupties krijg, kan ik heel snel. Ja. Ik ben bij in het mapje andere hele belangrijke vragen. En een heleboel is ook al wel langs geweest. Dus ik kan het proberen heel snel te doen. Ja, heel graag. Ja, dank u wel. Dan begin ik met de vraag van mevrouw Michon Derksen. En dat gaat over haar motie gegevensdeling. Cruciaal middel in de aanpak. De inventarisatie van de knelpunten op basis van de motie van mevrouw Michon Derksen heeft tegen 200 signalen opgeleverd. Dat is echt enorm. Het laat ook zien hoezeer dit onderwerp bij de partners leeft. Dat geeft ook een heel goed beeld van de diversiteit van de problematiek. En wat we nu aan het doen zijn, is ook met de partners dan de prioritering aangeven. Ik dacht, het is misschien niet het handigste om te doen, hier zijn de 200 en succeskamer. Maar met de partners kijken welke prioritering, welke thema's is de grootste winst te behalen. Onze analyse geeft ook aan dat een deel van de problematiek met de wet gegevens samenwerkingsverbanden, WGS... deling. Wat in de Eerste Kamer ligt, dat je daar een aantal van ook weg kunt halen, maar dat moeten we nu scherper krijgen. Dus ik zorg ervoor dat we bij de voortgangsbrief in mei in ieder geval hierop ingaan.
Maar dan weet mevrouw Michon Derksen waarom we daar iets meer tijd voor nemen. Het waren zoveel signalen die we nu proberen in te kaderen. Mevrouw Moedler, online criminaliteit en de aanpak van high impact crimes. De ervaring en expertise die is opgedaan in de aanpak van high impact crimes wordt meegenomen in de aanpak van online criminaliteit en de aanpak ondermijning. Dus dat is... Dat wordt daarbij betrokken. Dat zijn diverse publieke en private initiatieven die er zijn om digitale weerbaarheid te vergroten. En daar leren we ook van de ervaring en de aanpak van high impact crimes. Ik heb hier een heleboel voorbeelden die we doen. Maar ik weet dat mevrouw Moedler die weet en we hebben het ook niet zo lang geleden nog over gehad. Maar het is dus niet nodig om ze een nieuwe titel te geven, deze vormen van criminaliteit, om het op een andere manier aan te kunnen pakken. De ervaring en expertise die opgedaan wordt met high impact crimes wordt hierop toegepast. Mevrouw Kuik zei slachtoffers cybercrime. Cybercrime is vrij onzichtbaar, dus hoe kunnen we nou zorgen dat mensen sneller bereikt worden die slachtoffer zijn of voorkomen, denk ik ook. En zij verwees volgens mij naar een specifieke zaak waarbij de politie, toch? De politie op de website politie.nl een tool heeft gezet waarmee mensen ook kunnen kijken of in die zaak hun gegevens ook besmet zijn, of zij daar onderdeel van uitmaken. En daar kunnen mensen controleren of hun gegevens zijn aangeboden op de Genesis Market, zoals dat heet. En als je e-mailadres daarvoor komt, dan krijg je binnen enkele minuten een mail van de politie op het ingevoerde e-mailadres. En er staat ook op de website wat je dan kunt doen om te gaan handelen. Nou, en dat soort dingen, dus dan weer even breder trekken, dat doet de politie vaker. Het project NoMoreLeaks.nl is bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van misbruik van inloggegevens. En dat staat ook in de Kamerbrief die tijdens het commissiedebat cybercrime op de agenda stond. Dus en naast voorlichting en andere projecten zorgt de politie er ook voor dat je zelf kunt toetsen, was ik hier onderdeel van of niet. Het WRC-rapport koers bepalen, die je sneller zegt wanneer komt de reactie erover. Nou, dat rapport geeft een heel goed inzicht van de regionale aanpak van georganiseerde ondermijnde criminaliteit in de periode 2019 tot en met 2022. Naar het aanleiden en concreet heeft men daar 13 projecten gevolgd. Dus het is niet de hele aanpak, maar wel ingezoomd op 13. En we werken met partners aan een breed gedragen reactie voor de zomer. Komt dat eraan? Dan Groningen en Ommelanden. Daar waren vragen over van in ieder geval CDA en ChristenUnie. En ik zal ook binnenkort gaan. Ik richting die kant om werkbezoek te brengen. Ik heb ook vanuit Groningen daar uitnodigingen gehad van je moet nu komen, zie dit rapport. En wij zullen ook blijven investeren op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. En dat betekent ook inzoomen wat is hier nu aan de hand en, waar gaat, en hoe kunnen we nog meer helpen met versterken. Ik zal nu niet herhalen hoe we verder via al die middelen van de motie Hermans 700 wijkagenten tot de investerende RIEKS specifiek nog meer doen. Maar ik zal er ook heen gaan om te kijken naar de specifieke problematiek. En mensen hebben er ook wat aan als ik daar wat mee kan gaan doen. Dus dat pak ik ook op. Ik zal zorgen dat we dat anders in het halfjaarsbericht ook terugkoppelen. Dan is er misschien ook daar een... Ik weet alleen niet of dat voor de zomer of na de zomer zal zijn. Mevrouw Bikker, tot slot. Ja, gezondheid voor mijn collega die echt... charmant kan niezen, dat even terzijde, voorzitter. ik had specifiek gevraagd, het kabinet komt met een reactie op het rapport Elke regio telt. En dat gaat over de maatschappelijke voorzieningen in ons land en juist op de ook dunner bevolkte plekken of juist de wijken waar het knarst en piept qua aanwezigheid van de overheid. En dan doet ook veiligheid ertoe. Ik zou de minister daar, dus voorzitter, ja, het gaat zeker als interruptie tellen, want ik praat veel te lang, ik snap het. Maar dit is wel iets waar ik het specifiek, niet alleen het halfjaarbericht, maar ook als we het hebben over hoe gaan we om met de dunner bevolkte gebieden, wil ik niet dat alleen de minister van Sociale Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook de minister van Justitie daar duidelijk en specifiek op ingaat. Dus ik hoop dat ze ook daar haar vinger opsteekt in het kabinet. Maar ook dan juist dit ten aanzien van Groningen en Ommeland als voorbeeld wat daar nodig is, juist ook voor de politie. Want het kan niet zo zijn dat daar één auto rondrijdt. Maar, voorzitter, dat zal ik sowieso doen. En dat is in deze commissie en in mijn agenda niet iets nieuws. Dat we ook in de regio's kijken, wat kunnen we met alle middelen en mogelijkheden die we hebben, wat kunnen we doen om daar te versterken. Dus ik zal vingers opsteken, is mijn ding. Dat kan ik. Milieucriminaliteit. De heer Sneller had daar vragen over, ook concreet naar de motie. Even kijken, we hebben in een brief van 21 oktober vorig jaar laat weten dat het opnemen van doeltreffendheid evenredig en afschrikkend wekkend in de wet economische delicten, dat niet passend is.
Maar ik heb WODC-opdracht gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek. En de opdracht heb ik in april gegeven. En u weet, het is aan WODC wanneer het komt. Maar het is dus gegeven om de huidige wijze en effectiviteit van straffen bij milieufeiten in kaart te brengen. En in het onderzoek wordt meegenomen hoe opvolging aan de motie kan worden meegegeven. Of gegeven. Dus die nemen we daarin mee. Dan de heer Sneller. Hoe kijkt u naar het idee om een reclassering voor bedrijven op te richten? Die moet voorkomen dat bedrijven opnieuw een milieudelict begaan. Ik vind dat een interessant idee, eerlijk gezegd. En ook het verkennen waard. En volgens mij heeft u ook schriftelijke vragen hierover gesteld. Zal ook zorgen dat we op korte termijn beantwoorden. En ook kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. En het ligt niet alleen bij mij, maar het ligt natuurlijk ook bij mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat. Vandaar dat we daar iets meer de afstemming voor nodig hebben. En ik nu even verwijs naar die schriftelijke beantwoording. Maar ik vind het verkennen zeker waard. En mijn laatste is ook van de heer Sneller. Een veelplegersaanpak voor milieudelicten en de mate van inspectie verhogen. Voorzitter. Voor bedrijven die vallen onder het besluit risico's zware ongevallen, bestaat al een veelplegersaanpak. En het is aan gemeenten of provincies, want die moeten daar die handhaving doen, om een handhavingsstrategie dan volgens vast te stellen. En dat betekent ook, er staat ook de ruimte dat bij recidieven zwaarder kan worden gestraft, ook in het kader van strafrecht. Dus dat deel hebben we. Dank u wel. Dan ga ik door naar onze tweede termijn, 1 minuut. We beginnen met mevrouw Michon Dersen. Ja, voorzitter. Ik dank de minister voor de toezegging om nog nader te worden geïnformeerd over die aanpak van corruptie binnen de overheid. Ik denk heel belangrijk. Zelfde over die informatiedeling kijk ik naar uit. Ook een punt wat me zeer aan het hart gaat, moeten we hier bespreken. En ik hoop dat we inderdaad zo snel mogelijk met die banken en die RIEKs kunnen samenwerken om die publiek-private informatiedeling te krijgen. 2 punten in mijn tweede termijn. Die poortwachters. Ik hoor daar veel over dat er bewustwording bij de poortwachters, allerlei projecten. Maar er zijn poortwachters die ook angst hebben om te melden, omdat dan wellicht hun informatie in een strafdossier terechtkomt. Hoe gaan we daarmee om? En er zijn poortwachters die natuurlijk niet melden, ook al bewust of onbewust, laat ik het zo maar zeggen. Hoe kan de minister, en dat kan ook in die brief van voor de zomer, ingaan op hoe om te gaan met die poortwachters? En voorzitter, ik wil graag een 2 minuten debat aankondigen, want ik ben niet tevreden eigenlijk over de antwoorden op die strafmaat. Ja, als onderdeel strafmaat wilt u moties indienen. Ja. Oké, hebben we in ieder geval genoteerd. Ik ga toch later een poging wagen om te kijken of we daar iets anders voor kunnen doen met een toezeggingenregister. Mevrouw Helder van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, de nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit. Kijk, dat de mensen enthousiast zijn, dat geloof ik heel graag. Maar het gaat mij over enthousiaste mensen op de plek waar ze nodig zijn. En we weten dat de capaciteit altijd te weinig is voor het aantal taken. Dus ik blijf daar toch bij, voorzitter. Dan de wettelijke strafmaxima. Zijn die alleen voor de grootschalige in- en uitvoer, productie en grootschalig bezit van harddrugs of andere vormen van drugscriminaliteit? En ik weet dat het kabinet geen voorstander is van de minimumstraffen, maar voorheen stond ik ook alleen met het taakstrafverbod. En kijk, weliswaar 10 jaar later, maar ja, je weet maar nooit, voorzitter. Dus ik blijf ook dat volhouden. Dan even over, ik ken de problematiek ook bij één politieauto voor een heel groot gebied. Nou weet ik dat we in het verleden bij de vorige korpschef hebben meegedacht, en zo is het ook uiteindelijk ook gegaan bij de verdeling voor capaciteit en de middelen, dat daar meer ruimte voor de korpschef is gekomen. Hebben wij daar nog een taak of is daar nou juist iets waar we de bal hebben laten vallen? Dank u wel. De PvdA, mevrouw Moedler. Ja, dank u wel. Ik heb een extra motivatie om ondermijnende criminelen hard aan te pakken. Dat is omdat ik wil dat we jongeren uit hun handen houden. Jongeren die tegen ze opkijken. Dus ze moeten gewoon begrensd bestraft worden, deze criminelen. En hun crimineel vermogen moeten afgepakt worden. Ik ben blij dat de minister nog terugkomt op de motie om dit soort criminelen uit wijken te weren, waar die verleiding groot dan wordt, hè, voor die jeugdigen. En ik kan niet anders zeggen dan dat het hele WODC-onderzoek over foute huurders niet los van die motie kan worden gezien, in mijn beleving. Dat is nog even een onderdeel. Ik ben blij met de toezeggingen van de minister ten aanzien van de screening bij die havens. Misschien wil ze daarin ook meenemen hoe ze de veiligheidseisen van schepen en haventerreinen eventueel wil gaan standaardiseren. Dus ook in samenwerking met andere
landen om ons heen, onze partners in die strijd. Dat kan namelijk helpen. En tot slot, voorzitter, vond ik de reactie aangaande informatiepositie van die gemeente. En dat dat een Achilleshiel is. Ik vond, die beantwoord ik nog niet goed en ik overweeg daar ook een motie over. Dus dan weet u in ieder geval als je mevrouw Michonne Derksen probeert te verleiden om van het 2 minuten debat af te komen. Die kunnen we misschien ook wel aan. De heer Snelle van de D66. Dank u wel. En dank voor de beantwoording. Misschien toch even richting de schriftelijke beantwoording over milieucriminaliteit dan. Kijk, de brief die de minister noemt was het ontraden van de motie die de Kamer vervolgens wel heeft aangenomen. En dan vervolgens in april zeggen, ja, wij laten het WODC er nog eens een keer naar kijken en over 2 jaar hoort u meer. Is niet een hele chique afdoening van een motie, volgens mij. Dus ook in de beantwoording is het dan wel, ja, dat is een vraag aan het WODC, hoe, neem ik aan. En over die veelplegersaanpak, de Algemene Rekenkamer laat gewoon zien dat, en niet alleen voor die BRZO-bedrijven, maar dat er eigenlijk geen correlatie is tussen de frequentie van inspecties en hoe vaak je een overtreding hebt begaan. En volgens mij zou dat juist voor de effectiviteit belangrijk zijn. En ik hoop dat de minister ook wil kijken wat juist het Rijk kan doen om te zorgen dat die wel wordt ontwikkeld. En dan zal ik het in het kader van uw minuten erbij laten, voorzitter. Dank u wel daarvoor. Dan mevrouw Kuik van het CDA. Ja, voorzitter, ook dank aan de minister voor de beantwoording over die criminele families. Dat experiment in Tilburg om te doorbreken dat die criminaliteit van generatie op generatie gaat, zei de minister. Ja, we kijken ook hoe we dit breder met andere gemeentes kunnen oppakken. Wanneer horen we daar meer van? Dus iets concreter hoe we worden meegenomen. Want ik vind het heel mooi en volgens mij is dit iets van een lange adem, maar wel heel belangrijk dat meerdere gemeentes hierop gaan inzetten. Dan op het punt van de cybercrime. Inderdaad, dat was het voorbeeld wat ik bedoelde. Het artikel in de Telegraaf wordt ook gezegd, degene die slachtoffer was, die kreeg van PostNL een brief dat zijn adres was gewijzigd. Hij belde daarheen, dit ben ik niet. En de privacywetgeving liet niet toe om iets te veranderen. Ik denk op dit punt, minister, in hoeverre botst die privacywetgeving hier ook en beschermt die de verkeerde mensen? Wat kunnen we daartegen doen? Dank u wel. Dan de heer Van der Staaij van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Ook aan de minister voor de beantwoording. Ik wil nog even terugkomen op dat punt van die mainpoort Zeeland-Brabant. Graag het pleidooi nog verder wil brengen om ook toch oog te blijven houden voor de totaalaanpak, zeg maar. Ik zie wel het risico wat ze ook benoemde, dat je heel snel toch weer in je aparte actieplannen terechtkomt per haven en dat het totaaloverzicht en het inzicht in de zwakke plekken makkelijk wegvalt. Dus dat is een tweede punt als het gaat om de strafmaat. Dan weet ik niet exact wat mevrouw Michon als een verzoek aan de minister had, maar ik vermoed dat het iets als van versnelling is, want de hoogte van de verhoging, zal ik maar zeggen, de mate van verhoging, daar was nog geen uitspraak over gedaan. Zal ik heel graag dat pleidooi ondersteunen om te kijken van kan het echt niet naar voren gehaald worden omdat dit al een tijd hier staat. En wat zou er voor nodig zijn om het naar voren te halen? Even kijken, dan heb ik nog tot slot vraag, sluit me aan bij de opmerking van mevrouw Kuik als het gaat om die criminele families en dat Tilburgse verhaal. Dank u wel. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik ken deze minister als een voetballiefhebber. Maar wat betreft de aanpak van de drugscriminaliteit is het totaalvoetbal ook wel echt heel hard nodig. Dus op alle fronten moet de inzet er continu zijn. En juist daarom ben ik blij met haar toezeggingen die ze heeft gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat dat Nederland niet het Amazon-knooppunt voor de drugsindustrie moet zijn. Dat ze met een plan van aanpak komt waarin ze echt gaat zeggen van dit gaan we op deze manier aanpakken. En dat hoop ik dus echt ook voor de zomer in ieder geval de beleidsmatige stappen te zien. Een tweede toezegging die ik erg belangrijk vind is juist daar in de gebieden waar bijvoorbeeld de politiecapaciteit gering is, hoe de minister daarop in gaat zetten. Ze zegt ik kom
Zeker, ze heeft de toezegging gedaan met een brief daarover. Ik ga ook bij het ROI-rapport van Elke Regio Telt, zal ik ook mijn vinger opsteken. De minister-president heeft gisteren toegezegd, ik kom voor de zomer ook met een verdere verkenning van de normen die daarvoor nodig zijn. En ik zou de minister willen vragen om daar ook specifiek het punt veiligheid te benadrukken. Over de strafmaat en de motie die ik heb ingediend, juist omdat ik het belangrijk vind dat zware criminelen denken, Nederland moet je niet hebben. Kan ik aansluiten bij wat de collega's hebben gezegd. En tenslotte, voorzitter, mis ik nog één beantwoording. En dat ziet op de hoge externe inhuur die ik graag zou voorkomen. Dus ik hoor daar graag nog een antwoord op van de minister. Dank u wel. De minister voor de Tweede Termijn. Ja, voorzitter. Ik zal het meteen beantwoorden omdat een aantal dingen onderstreping waren was van het punt. En ook een aantal zaken van, nou, fijn dat dat terugkomt in die brieven. Dat zal zeker richting mevrouw Michon Derksen en degene die haar daarin steunen over die wetgeving moet sneller. Dat vind ik ook. Dus een motie is op zich heel fijn om dat nog eens te onderstrepen. Maar ik kan niet meer wetgevingsjuristen en mensen bij het OM en de rechtspraak uit een blik toveren. Dus en alles wat we hier vandaag bespreken is nieuw beleid, hè. Daar zijn dus mensen mee bezig. Dus dat is het ding. En terecht dat de ambtenaar tegen mij zegt, als je wil dat ik dit oppak, wat moet ik laten? En hetzelfde zou ik dan ook richting de Kamer. Dus er is hier geen enkele sprake van geen prioriteit aan geven. Maar het moet ook goed gebeuren, zodat de wet straks wel het effect heeft. Maar ik zie de moties ook graag tegemoet. De poortwachters, ontzettend relevant punt dat ook mensen bang zijn om melding te doen. En ik ben blij dat mevrouw Michon Derksen die noemt. En wat we naast doen, naast alles wat we al hebben als het gaat om mensen betrekken en alert maken en herkennen, is ook zorgen dat we het zo vormgeven in regels wat mij betreft, dat het niet meer een afweging van het individu is, ga ik een melding doen. Maar dat het dan bijvoorbeeld moet, dat het transparant is, of dat het juist via ander soort meldcodes gaat. Daar hebben we heel veel aandacht voor. Dat is niet allemaal altijd even makkelijk in één protocol vorm te geven. Wat we ook doen is bijvoorbeeld bepaalde wetten en regels, besluiten moet ik zeggen, gewoon naar de ministers halen. Dat je zegt, nou hierbij de bevoegdheid gaat daar weg, maar dat is om het gevaar bij mensen weg te halen. Dus ik noem het maar even wat breder richting mevrouw Michon Derksen, maar het is een heel, heel belangrijk punt waar we heel erg op inzetten om dat te zorgen dat dat zoveel mogelijk bij individuen wordt weggehaald. Maar wel die verantwoordelijkheid is wel die melding te doen. Dus dat is een ingewikkelde. Mevrouw Helder, die geeft mij... Ja, mevrouw Michon Derksen. Voorzitter, mag ik heel concreet de minister vragen om die voortgangsrapportage waar u zegt die gaan we laden aan de hand van zo'n debat, om dan echt even een kopje poortwachters en dan deze dingen mee te nemen. Ik vroeg ook, wat doen we dan aan die poortwachter die bewust of onbewust niet meldt. Hè? Dus dat moeten we toch ook. De banken krijgen dan een dikke boete op basis van de WWFT. Maar er zijn heel veel poortwachters die dat kunnen doen zonder dat daar een bestraffing op zit. De minister, kunt u dat meenemen? Jazeker. We hebben nog een flinke slag te slaan als het gaat om het herkennen van zaken, zodat je weet waar je melding van moet doen. Dus we zijn heel erg bezig om met de partners te zorgen in die branches om echt een meldproces te hebben die mensen ook kennen, dat ze het ook weten. Want dan kan je naar het punt waar mevrouw Michon Derksen op zit. Als dat niet gebeurt, dan kan je ook mensen erop aanspreken. Maar we zitten nog echt daar aan die voorkant. En de veiligheid van de melders van ongebruikelijke transacties nemen we daar ook in mee. Dus ik zal daar zeker op terugkomen. Dan mevrouw Helder. Die heeft, als het gaat even heel praktisch over die wettelijke strafmaxima. Dat gaat over, die had ik hier, want zij vroeg aan mij nog naast het feit dat ze op minimumstraffen wilde inzetten. Had ik het hier? Nee, daar kom ik dan bij haar ook op terug in die brief, inclusief. En dat denk ik dat ik dat in de politiebrief doe, een halfjaars, over wel of niet meer ruimte voor de Kamer of de korpschef, even zo gezegd. Maar ik zie dat ze dat helder ziet. Leuke woordspeling. Excuus, ik probeer elke keer van weg te blijven. De heer Sneller, als het gaat over het onderzoek WODC, dat zal inzicht geven in de effectiviteit van straffen en zal ook helpen om te bezien of strafmaxima nu afdoende zijn. Ik begrijp wel dat hij zegt, ja, nou, dat vind ik niet zo'n hele lekkere uitwerking van de motie. Maar ik zal kijken of ik samen met Infrastructuur en Waterstaat in ieder geval kan delen waar dat onderzoek over gaat en hoe we daarin zitten. Maar dat moet ik ook echt met INW doen. En die criminele families, dat komt voor de zomer in een brief, hoe we dat
vanuit de preventie met gezag, maar ook met goede voorbeelden, wel of niet kunnen verbreden. En de heer Van der Staaij, die heb ik een beetje ook tekort gedaan, vind ik, in de beantwoording. Want die had ook een aantal zaken over de cultuur en hebben het niet te lang gedoogd. En ook in het verlengde daarvan, het moet echt een totaal aanpak zijn, wat ook mevrouw Bikker zei. En ik ben het er ontzettend mee eens. Ik denk dat we, dat heb ik vaker gezegd, en dat herhaal ik niet graag, maar wel als het me wordt gevraagd, dat we qua houding, qua wetten, qua regels te lang te naïef zijn geweest. En we zijn heel snel echt een been aan het bijtrekken. Vandaar dat ik richting mevrouw Bikker zei, we nemen echt flinke stappen. Het zijn geen stapjes. Vandaar dat ook de ambtenaren die dag en nacht met het onderwerp bezig zijn, behoorlijk allerlei nieuw beleid en wetten aan het optuigen zijn, omdat we dat eisen en willen. Vandaar dat ik ook zeg, die strafmaat, ik zou het ook sneller willen, maar mensen moeten het ook allemaal kunnen doen. Maar ik ben het er ontzettend mee eens. En ik denk dat de tijd van naïviteit ver voorbij is. En wat mij betreft komt hij ook nooit meer terug. Want de gevaren waar we middenin zitten zijn enorm. Met deze vrolijke noot was het. Dank u wel. Buiten de microfoon hoorde ik mevrouw Bikker nog aangeven over externe inhuur.